Het doet mij deugd dat jullie in grote getale opgekomen zijn op deze zonnige dag. Ik heb begrepen dat de verenigingen Prinsenhagen rijkelijk gestemd zijn. Het bedrag wat totaal beschikbaar is, dat gaat een substantieel bedrag van de vereniging hier in Prinsenhagen. Ja mensen, jullie zijn natuurlijk in volle spanning van de uitslag. Er doen maar liefst ruim 250 verenigingen hebben er meegedaan. En alleen al in Prinsenhagen zijn er 40 verenigingen die zich ingeschreven hadden voor de actie. Er zijn ruim 37.500 stemmen uitgebracht, waarvan er alleen al in Prinsenhagen ruim 5.000 zijn gevallen. We beginnen met het aantal stemmen die het laagst is geweest tot aan uiteindelijk de top 3. We maken het langzaam spannend en die roepen we dan naar voren. Even kijken hoor, de eerste 5 zijn de EHBO-vereniging Sint Christophers, W-groep Breda West, BSUR, To Swing For You, lekker muzikaal die eerste ronde, en Dos Conade. Applaus! Kunnen jullie EHBO. Dan gaan we verder met de volgende 5, nummer 35. Jeugdhonk de Pitstop. Kom maar naar voren. 34 is geworden het Theehuis Heuvel. Dan Boijkes Speelhoeven Breda. KBO Breda West en het Prinsenhaagse Malago. Dan zijn we inmiddels bij nummer 30 aangekomen. Cantabile Plus. Cantabile. Oké. We blijven de zangkoor. Oké. Cultuur in Prinsenhagen. De Zonnebloemheuvel. BC Prinsenhagen. En het Oranje Comité. Komt u naar voren? Ja. Vraag de provincie. Dat is bij nummer 25. Martineschilder. Vrouwen van nu, Lies Bos. Koninklijke Harmonie Cecilia. Jongerenkoor. En de Barons Basketbal. Ja, ja, voor. Van harte proficiat allemaal. Op plaats 20 is geëindigd met een mooi bedrag van €202,57. Vooral niet te vergeten die centjes. Voor Sint-Nicolaas Comité Prinsenhagen. Daarboven nog een Sinterklaasvereniging thuis in Westerpark Haagpoort. Die hebben afgesproken, denk ik. Volleybalclub Het Aagje. En dan een welbekende van mij, Aagse Bluff. Die menig festiviteit met muzikaliteit opluistert. En de vrouwenvereniging Prinsenhagen. We zijn inmiddels bij nummer 15 aangekomen. TFC Breda dus, nummer 15. We doen nog steeds zeer. We zeggen nog niet waar. Nee. Nummer 14, vrouwenvereniging La Vie. Weer de dames. 13, CV Simpel. 12, Tennispark Prinsenhagen. En 11 Stichting Evenementen Prinsenhagen, SEP. €347,54 voor de Stichting Evenementen Prinsenhagen. De nummer 10, CC Het Aagje, met ruim €400. Vanuit de proficiat. Yes. Nummer 9, Scouting Sint Martinus, Breda West. Kijk eens aan. Wijkblad Prinsenhagen. Vanuit de proficiat met jullie prijzen. En nummer 7 is Groen-Wit met €434,93. Nou, kijk eens aan, dan kan ze heel 10 ja. In een nieuw pak steken. Precies. Kijk eens aan, ruim €400 voor deze verenigingen. Proficiat. Nummer 6, Zonnebloem Prinsenhagen. Vanuit het proficiat. Met een bedrag van €440. Nummer 5, ook een hele bekende. We hebben er net al wat over gehoord. Prins Haags Museum. Kijk eens aan. Met al die mooie kunstwerken. En de nummer 4, ook al heel bekend. 10 van het Aagje. Fantastisch. Met een bedrag van €452,80. Hou nog helemaal omhoog mensen. Ruim €400 voor deze club. De Zonnebloem, Prins Haags Museum en 10 van het Aagje. Nummer 3, met een bedrag van €488,55. Skip. Spelende kinderen in Prinsenhagen. Die ik zojuist voor heb met Stichting Evenementen Prinsenhagen. En nu komen we op een punt.
mensen die hier vorig jaar zijn geweest, die weten dat vorig jaar het ging tussen de kerststal en de avondvierdaagse Prins Hagen. En de goede luisteraar die hoort dat het dit jaar weer zo zal zijn. De kerststal, Prins Hagen en de avondvierdaagse. Maar wie is daar dan mee? Nou, we zullen ons niet langer in spanning houden. De eerste prijs is dit jaar gegaan naar de kerststal Prins Hagen. Van harte proficiat. Zijn absoluut, absoluut. Het maakt dit dorp echt uniek. Dan zijn we bijna bij de kasklapper aangekomen. Een bedrag van wat hier dus bovenop komt. Ja. 250 euro voor de dakklapper. Op één loodje, hè? Nee. En je hebt er niet hoeven te kopen. Nou, we willen er niet meer. Ze doet de oogjes dicht, zie ik. Kijk, heel objectief komt hier het winnende lot aan. 272. Kijk eens aan, 272. Want nou ben ik er wel een bal aangewoon op. Maak ik een tasje, zie je er meer loodjes in? Dat weet ik niet, hè? Nee, inderdaad, het is 272, dat is echt waar. Van harte proficiat. Welke vereniging? Hier bij? Welke vereniging? Ja, dat is waar, ja. Welke vereniging? Dat is niet voor uzelf, hè? Dat weet je toch, hè? Kerstland. Ja, dat zal wel waar zijn. Dat is er zeker van boven, dat kan je niet anders. Kijk eens, mevrouw, loopt even mee in het midden, want het is toch wel even een uniek moment. De kasklapper 2018 van de Rabobank Breda is gevallen op de kerststal